Dag Simon, dag Tina. Jullie hadden het wellicht wel verwacht dat we hier plots zouden staan. Of niet? Maar we gaan het heel kort houden, alhoewel dat we vooral van Tina heel veel zouden kunnen vertellen en ook heel veel filmpjes hebben, maar we willen jullie dat besparen. Vooral dan met Tina Beer. Maar weet je, huwelijk is gewoon een relatie waarin er eentje altijd gelijk heeft en de ander gewoon de man is. Nu, jullie zijn getrouwd en dat wil zeggen dat jullie bij elkaar blijven en dat er niemand hoeft tussen te komen. Bij deze hadden we dus graag gehad dat iedereen die nog een sleutel heeft van Tina haar slaapkamer, deze nu aan haar komt overhandigen. Dat was duidelijk. Simon, voor jou geldt hetzelfde. Wil iedereen die nog een sleutel heeft van Simon, deze ook en hem terug bezorgen? Bedankt.